Goedendag, kijkers. Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek met. In deze aflevering gaan we praten over 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid van ons land Suriname. Als thema hebben we dit jaar als ATV Suriname-Kowadiz. Eigenlijk zeggen we Suriname waarheen. En hierover gaan we praten met meneer Jeroen Egger. Meneer Egger is historicus aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. We gaan met hem praten over de geschiedenis van onze onafhankelijkheid, maar ook over de lessen die we daaruit hebben geleerd. Dus aan het eind van dit gesprek moet u niet alleen weten waarom Suriname onafhankelijk is geworden, maar wat hebben we in die 46 jaar geleerd als onafhankelijke staat. Meneer Egger, we, ja, straks vieren we 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid en de vraag is: onder welke omstandigheden is Suriname onafhankelijk geworden? Ja, dus als je kijkt naar, uh, als je terugblikt, uh, 46 jaar geleden, dan zie je dat uh, er wat spanningen in de samenleving waren. Uh, voor sommige mensen is die onafhankelijkheid uh, onverwachts gekomen. En anderen geven aan dat uh, de voorbereiding op die onafhankelijkheid eigenlijk al veel eerder is begonnen. Eh, er waren verschillende mensen die in de loop der decennia uh, hebben aangegeven dat Suriname onafhan uh, onafhankelijk land moest zijn. Je kan zelfs veel eerder teruggaan en uh, een discussie aangaan van hoe keek we aan tegen het formeren van maron-gemeenschappen in het binnenland was dit de eerste vorm van onafhankelijkheid in Suriname. Hè? Want er zijn mensen die bewust gekozen hebben om zich uh, vrij te maken, de binnenlanden in te trekken, de plantages uh, te verlaten en een eigen, eigen gemeenschap, een eigen cultuur te creëren, te, 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 te formeren. Dus je zou daarover uh, ook je gedachten kunnen laten gaan van waren er mensen in Suriname die al vele eeuwen, nou, vele, twee eeuwen voor de onafhankelijkheid, zichzelf uh, als, als vrij hebben gemanifeste gemanifesteerd in Suriname. Dus uh, aan de ene kant kan je zeggen, voor sommigen kwam het onverwachts, omdat uh, ja, politieke partijen eigenlijk al vanaf 1949, toen het algemeen kiesrecht werd ingevoerd, er mensen waren die zeiden van we moeten onafhankelijk worden, natuurlijk in het kielzog van wat er in de wereld gebeurde na de Tweede Wereldoorlog, hè? Die, die hele golf van Landen die onafhankelijk werden, eerst in Azië en dan in de 50er, 60er jaren in uh, Afrika, maar ook het Caribisch gebied. Dus die discussie is al veel eerder gevoerd. Maar voor sommigen was het inderdaad een verrassing toen in februari 1974 de toenmalige uh, minister-president Henk Aron zei dat we ultimo 1975 onafhankelijk zouden worden. Maar nogmaals, dit is natuurlijk een beetje terugkijken. Nu uh, zag je al allerlei vormen van. Uh, Onafhankelijkheid in Suriname en, en allerlei politici die zeiden van we moeten onafhankelijk worden. Dus aan de ene kant, ja, het was een verrassing voor sommige mensen, want hè, politici zeiden al van we moeten onafhankelijk worden en het kwam er niet van. En in 1974 zei een politicus van ja, in 1975 moeten we onafhankelijk zijn. Dus het is een beetje van hoe je het bekijkt, uh, of, of het onverwacht kwam of niet. En goed dat u het aanhaalt, want er wordt een discussie al jarenlang gevoerd van, we moesten het wel worden, we moesten het niet worden. Maar daarover hoeven we nu niet te praten. Uh, als we kijken naar 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid, dan moeten we wel een beeld hebben van, wat hebben we geleerd die de jaren? Uh. Ook daarover zijn er natuurlijk discussies. Wat leert men uit de geschiedenis? Uh, sommigen zeggen we leren niks uit de geschiedenis. Anderen zeggen we, we, we zijn bezig voor te borduren op kennis. En dat is natuurlijk zo van wat er uh, in de loop der jaren allemaal uh, gegenereerd is. Maar als je kijkt naar uh, 46 uh, jaar onafhankelijkheid in Suriname. Dan zie je aan de ene kant dat we nu, denk ik, het overgrote deel van de bevolking uh, bestaat uit mensen die als... Surinamers zijn geboren. Ik ben van voor 75, dus ik ben als Nederlander geboren. Iedereen die voor 75 is geboren, 25 november is als Nederlander geboren. Weet je? En, en, maar het overgrote deel is als Surinamer geboren. Dus, dus dat, dat speelt natuurlijk ook mee. Die hebben geen andere nationaliteit gehad dan het Surinamerschap. Wat heeft Suriname gebracht? Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, uh, we zijn verder in ons denken... Over allerlei aspecten van de maatschappij. Aan de andere kant uh, kan je ook zeggen dat uh, we natuurlijk momenten hebben gehad in Suriname die uh, niet plezierig waren, die eigenlijk verschrikkelijk waren. Uh, maar als je over het algemeen kijkt naar landen die onafhankelijk zijn geworden. En eigenlijk ook aan landen die dus niet alleen uh, voormalige koloniën, die onafhankelijk zijn geworden, maar of je kijkt naar Europa of, of de Verenigde Staten, dan zie je in al die landen momenten die, uh, die, 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 die ja, uh, minder plezierig waren. Dus het, elk land is uh, op een bepaald moment door, door, door periodes gegaan die, uh, die hebben geleid tot, tot enorme vers, verschrikkelijke gebeurtenissen. Hè? Um, nou ja, laten we bijvoorbeeld de Verenigde Staten nemen. Die, zijn, die hebben zich in 1776 onafhankelijk verklaard. Hè? Fourth of July, enzovoorts, enzovoorts. Prachtig mooi. Nog geen honderd jaar later hebben ze een van de meest verschrikkelijke gebeurtenissen, de burgeroorlog. Waarbij twee delen van het land tegenover elkaar stonden. En in die oorlog zijn de meeste slachtoffers gevallen, ooit. Hè? Al die oorlogen waar Amerika in heeft meegedaan, of nou, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, Vietnam, uh, Irak. Afghanistan is, als je ze allemaal optelt, dan kom je dus wat slachtoffers betreft toch niet in de buurt van hoeveel mensen tussen 1860, 1861 en 1865 zijn overleden. Dus wat ik hiermee wil aangeven is dat onafhankelijkheid uh, uh, in de meeste landen niet heeft geleid tot een uh, en al uh, geweldig, hè, uh, geweldige ontwikkelingen en that's it. Er zijn momenten dat. Dat er altijd spanningen zijn in die maatschappij. Wat belangrijk is, is hoe ga je daarmee om? Ja? En als je kijkt naar Suriname, dan zie je echt momenten waar die spanningen hebben geleid tot, tot uh, rampzalige ontwikkelingen. We zijn, is het ooit zo ver gekomen dat we zijn geraakt in een situatie van conflict? Ja, we hebben uiteraard conflicten gehad. We hebben in 1982 conflicten gehad. We hebben... Uh, in uh, 1986, uh, hè, wat we de binnenlandse oorlog noemen, zijn er conflicten geweest. Er zijn politieke conflicten geweest. Denk maar aan 1996, toen uh, de VAP uh, in tweeën gescheurd is geraakt. Hè. In 2000, de NDP, dat vergeten mensen ook in tweeën, hè, uh, is, is, is uh, gescheurd. Dus er zijn, er zijn verschillende momenten geweest waar er botsingen waren in de samenleving. Uh, Fysieke, hè, de, de burgeroorlog bijvoorbeeld in 1982, de slachtoffers die toen zijn gevallen, uh, er zijn politieke botsingen geweest. Dus er zijn momenten geweest dat, uh, dat het uh, problematisch was in Suriname. En in aanloop naar, bijvoorbeeld, elk jaar hebben we dat, in aanloop naar de residentie, wordt er op verschillende fronten discussies gevoerd over de geschiedenis van onze onafhankelijkheid. ...en de geschiedenis over Suriname. Maar en, uh, gezien we een jonge staat zijn... ...hoe zouden we het best de discussie moeten voeren... ...over onze onafhankelijkheid en onze geschiedenis? Nou, als we kijken naar het Caribisch gebied... ...dan zie je dat uh, discussies over de geschiedenis daar eigenlijk al... Uh, uh, ...heel lang zijn gevoerd. Ook in Suriname heb je voorbeelden van discussies over de geschiedenis. Maar als ik me even beperk tot... Laten we zeggen, uh, de, de, de bestudering van de geschiedenis door mensen die daartoe zijn opgeleid. Dan zie je dus dat het Caribisch gebied, wat dat betreft, een, uh, veel eerder mee begonnen is. Hè? Als ik kijk naar het Engelsprekend Caribisch gebied als voorbeeld, dan zie je dat in, in landen als Jamaica, Trinidad uh, en ook andere landen, al 10, 15 jaar voor die onafhankelijkheid van die landen, er academische studies waren door de eigen mensen. Van de geschiedenis van het Caribisch gebied, van hun landen. Kijk je naar Suriname, dan zie je dat we in 2010 pas een uh, faculteit der Humaniora hebben gehad, waar uh, geschiedenis op een, op een academisch niveau kon worden bestudeerd. Ja? Uh, dus, dus wat dat betreft zie je dat, uh, dat hier in, in Suriname we, we rekelijk laat zijn begonnen met, met uh, opleidingen die. Uh, die daadwerkelijk bezig zijn met het bestuderen van de geschiedenis. Er zijn aanzetten geweest, ook hier op de universiteit, uh, om te kijken naar uh, aspecten van de Surinaamse geschiedenis, maar een daadwerkelijke opleiding is pas heel recent. Okay. En als we teruggaan naar de onafhankelijkheid zelf, dan zien we dat bijvoorbeeld de verbroederingspolitiek een bijdrage heeft geleverd aan de onafhankelijkheid van Suriname. Um, is de verbroederingspolitiek, want men zegt dat we nog steeds daarmee verder gaan, is de verbroederingspolitiek um, nog steeds hetzelfde zoals het toen bedoeld was? Nee, nee, nee. De verbroederingspolitiek heeft natuurlijk ook een ontwikkeling doorgemaakt. De verbroederingspolitiek was uh, in eerste instantie een van de zaken die in de jaren 50 naar voren zijn gekomen. Waarbij dus uh, leiders van uh, twee politieke partijen, NPS, VHP, duidelijk belang hadden bij het samenwerken. Hè? Ze hadden er belang bij dat de macht van... de politieke macht, laat maar het zo zeggen... de politieke macht van... een bepaalde groep in de maatschappij... kon worden doorbroken door samen te werken. Maar we zien ook dat... op een gegeven moment... in de tweede helft van de zestiger jaren... je zou kunnen zeggen die klassieke... verbroederingspolitiek is losgelaten. Wat je wel ziet is dat... elementen van die verbroederingspolitiek... altijd terug zijn gekomen. Hè? Uh, Misschien met uitzondering van momenten in de jaren 70, heb je altijd uh, kabinetten, regeringen gehad, waar er vertegenwoordigers, soms meer, soms minder, van de verschillende bevolkingsgroepen in de regering waren. Ja? En dat is typisch een van de elementen van de ver verbroederingspolitiek. Uh, het samenwerken van uh, verschillende groepen. Het is niet altijd gelijk verdeeld, hè? zoveel ministers van uh, één. Uh, en niet zijn zo achtergrond, zoveel van die, zoveel van dat. Maar dat er vertegenwoordigers waren, dat zie je uh, uh, vaak terug. En dat er momenten van overleg waren, van verschillende groepen, dat zie je ook terug. Dat religieuze uh, organisaties samenwerken omdat ze het belang ervan inzien. Dat religie een belangrijk element is in de Surinaamse samenleving, dat zie je steeds weer. He, dus dat religieuze leiders of nou uh, uh, hè, de, de christelijke gemeentes, de, 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 het, het hindoeïsme, de islam, dat die toch wel regelmatig bij elkaar komen. En dat was 100 jaar geleden absoluut niet het geval, toen het christendom dem, domineerde. En zelfs binnen het christendom allerlei uh, 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 botsingen waren tussen bijvoorbeeld aan de ene kant het katholicisme en aan de andere kant uh, de evangelische broedergemeente, begin uh, 20e eeuw. Oké, okay. en zijn we na 46 jaar in staat zelf leiding te geven aan het land of hebben we nog hulp van buiten nodig? Vooral als we kijken naar de etnische politiek voering in ons land en de mate van corruptie. Ja, dus uh, hulp van buiten. Ik denk dat elk land uh, op een bepaald moment uh, hulp van buiten inroept. Zelfs de meest ontwikkelde landen vragen hulp op specifieke gebieden uh, uh, van een ander land. Hè? Uh, uh, als je kijkt naar de Verenigde Staten toen, zo'n 10, 15 jaar geleden, toen er uh, breuken waren in, in, in Dijken in New Orleans, hè, een stad die ik ken omdat ik daar gestudeerd heb, uh, hebben ze ook hulp van Nederlanders ingeroepen omdat Nederlanders heel goed zijn in, in, in de waterhuishouding. Dus Elk land heeft hulp nodig. En, en Suriname natuurlijk als, als uh, relatief jong land heeft ook hulp nodig op allerlei gebieden. Of het nou gaat om uh, de ontwikkeling van noem eens wat de landbouw, hebben we hulp nodig. Van buiten is zoveel kennis en we kunnen hulp gebruiken. Dus uh, dat we hulp nodig hebben en dat elk land hulp nodig heeft op, op een bepaald moment. Dat is duidelijk. Ja? Ten aanzien van corruptie, ja, uh, je hoort uh, veel praten over, over corruptie. Uh, en ja, er zijn, er zijn uh, uh, aspecten aan die, die samenleving waar uh, corruptie duidelijk uh, naar voren komt. Ik wil het absoluut niet bagatelliseren, maar ook dat is een wereldwijd uh, fenomeen. Hè? Uh, verschillende landen hebben ook te maken gehad: ontwikkelde landen, de Verenigde Staten, met momenten van enorme corruptie. Dus uh, het is een belangrijk probleem. Het probleem in Suriname is natuurlijk, en, en landen als Suriname is, wanneer corruptie elk aspect van die maatschappij gaat beheren, beheersen. He? Als je bij wijze van spreken niet een klein ding kan doen, los van corruptie, hey, uh, geef me een lekkers. Ja, dus dat idee van geef me een lekkers, als dat gaat domineren, dan hebben we een groot probleem. Ja. En, en soms heb je het gevoel van, uh, dat dat steeds meer een rol gaat spelen. En dan is corruptie... Uh, een, 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 uh, iets waar we duidelijk uh, uh, maatregelen tegen moeten gaan nemen, ja. En is dat zo in Suriname? Bent u van mening dat er meer maatregelen moeten komen om corruptie te bestrijden? Ja, uiteraard moeten er meer maatregelen komen. In een heleboel landen moeten er meer maatregelen komen om corruptie te bestrijden. En, uh, dus ook in Suriname. Uh, dus, dus politieke partijen moeten daar duidelijk aandacht aan besteden. En er zijn politieke partijen, helaas niet veel, die uh, dat duidelijk op de agenda hebben. He? Dus een simpel ding als: als je uh, minister wordt, registreer je bezittingen. En wanneer je minister af bent, laat zien wat erbij is gekomen of wat eraf is gegaan. Weet je? Dat soort dingen uh, zie je in sommige landen wel, in Suriname helaas nog veel te weinig. En als we blijven op, want ik had het daarnet over etnische politiekvoering. Maar als we blijven op de etnische samenstelling van ons land zelf en, en kijken naar de verschillende bevolkingsgroepen, kunt u een beeld schetsen van welke bevolkingsgroep zich het best heeft kunnen ontwikkelen sinds de onafhankelijkheid? Ik denk dat het moeilijk te zeggen is welke groep heeft zich het beste ontwikkeld uh, Groepen hebben de kans gehad op allerlei gebieden om zich te ontwikkelen. Uh, op onderwijsgebied, uh, maatschappelijk gebied, uh, op economisch gebied. Dus om aan te geven van die groep heeft zich het beste ontwikkeld, ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn met, uh, met dat aan te geven. Hè? Dat er onlustgevoelens zijn in de maatschappij, dat, dat zien we bijna elke dag. Dat er discussies worden gevoerd, dat zien we bijna elke dag. Maar dat één groep geprofiteerd heeft van de onafhankelijkheid, ik zou niet uh, durven te zeggen dat die groep geprofiteerd heeft en die niet geprofiteerd heeft. He, er zijn kansen geweest, en sommigen hebben de kansen uh, beter aangegrepen dan anderen op een bepaald gebied. En anderen hebben weer kansen aangegrepen op een ander gebied. Ja, dus een, uh, om te zeggen van één groep heeft echt geprofiteerd, zo simpel is het niet. Als we nu kijken naar de etnische samenstelling, dan hebben we heel vaak, of wordt er heel vaak gezegd van de mensen in het binnenland worden achtergehouden, zijn achtergehouden. Uh, bent u van mening dat die groepen zoals de Indianen en de Maron zich, uh, ja, de kans moeten krijgen om zich beter te gaan ontwikkelen in de komende jaren? Ja, dus inheemse en Marons, absoluut. Uh, we hoeven al, alleen maar te kijken naar het onderwijs, hè? dat. Uh, dat uh... Het onderwijs in het binnenland uh, nog uh, niet op het niveau is van laat me het ruim nemen, de kuststreek. Ja, uh, als je kijkt naar de ontwikkeling van het onderwijs in het binnenland, dan zie je dus dat de kansen in het binnenland altijd beperkt zijn uh, gebleven. En dat uh, heel wat van de middelen die in onderwijs zijn gestoken, vaak in de Kustreek uh, zichtbaar worden en niet in het binnenland. Mm -hmm. eh, en, uh, als je alleen maar kijkt naar welke mensen. Uh, uh, of laat me het anders zeggen. of, of het binnenland uh, gekwalificeerde leerkrachten heeft. dan zie je dat dat vaak vroeger niet het geval was. Dat hele idee van een Boslandakte. om in het binnenland les te geven. Ja, sommigen hebben het gewoon een belediging genoemd. Hè? Dus een, uh, dat er een achterstelling is? Absoluut. Op, en met name op het gebied van, uh, van onderwijs. Uh, we zouden veel meer, veel meer moeten stoppen in, uh, in, in daadwerkelijk goed onderwijs in het binnenland. Eh? Onderwijs gericht op uh, de mogelijkheden en, en, en uh, uh, aspecten van die maatschappij in die, uh, die, die, die situatie. We moeten letten op taal. Eh? Kunnen we uh, uh, vanaf het begin beginnen met uh, het Nederlands als, uh, want dat is ons onderwijs, het Nederlands als moedertaal. Een Nederlands dat voor een, heleboel, uh, dat voor een aantal mensen niet de moedertaal is. Eh? De, het is de tweede, de derde, misschien de vierde taal. Ja? Dus uh, dat zijn zaken die, uh, als de mensen in het binnenland hun stem laten horen op dat gebied. dan kan ik alleen maar zeggen dat ze groot gelijk hebben. Dat, het onderwijs, dat we veel meer moeten stoppen in het onderwijs in het binnenland. En het is allemaal mooi en waar dat nu gezegd wordt dat er een uh, middelbare school komt hè? Uh, uh, in, in het Marouin gebied. Maar laten we dan vooral erop letten dat gekwalificeerde mensen daar lesgeven. Want als je hetzelfde hebt, er zijn scholen in het binnenland, maar er zijn geen gekwalificeerde leerkrachten, dan is het een beetje doen en doen. Je begint met de school, hè, veel, veel hè, commotie daaromheen. Hè. Kijk, we zijn begonnen met de school, maar je hebt geen, geen gekwalificeerde leerkrachten die daar lesgeven. Wat zegt dat over het niveau van... Uh, het onderwijs dat daar gegeven gaat worden. Hè? En hoe je het ook draait of keert, je kan zeggen Marowijnen, maar het is toch ook weer kuststreek. Er is geen uh, middelbare school uh, ergens, uh, laten we zeggen, op Soelmanseiland. Toch? Dus uh, ook daar kan je even uh, bij stilstaan, waar het is. En we hebben veelal gesproken over de etnische samenstelling en, en uh, de verschillen tussen de verschillende culturen. Uh, bent u van mening dat en, uh, we onze uh, etnische verschillen al lang aan de kant moesten zetten om de ontwikkeling van Suriname beter een uh, richting te geven? Ik denk dat een van de fundamentele denkfouten is geweest in de jaren 50, dat verscheidenheid, verschillende culturen, dat die onherroepelijk moeten leiden tot botsing tot problemen, tot spanningen in de samenleving. En dat is voor een deel ook zo als je kijkt naar verschillende andere landen. Maar ik denk dat er ook voorbeelden zijn van landen waar uh, verschillende groepen wel degelijk samen kunnen werken met, uh, met elkaar. Dus laten we kijken naar die elementen die, die, die bindend werken en die helemaal niet hoeven te leiden tot spanningen. Dan gaan we praten over eenheid, samensmelten van alles en iedereen, want dat is denk ik niet realistisch. Ja, er zullen mensen zijn die willen vasthouden aan bepaalde elementen van hun cultuur. En dat hoeft niet slecht te zijn. Er zullen mensen zijn die vasthouden aan hun religieuze overtuiging en niet willen samensmelten tot één geweldig grote religie uh, of wat dan ook, of dat één religie duidelijk gaat domineren. Dus laten we juist leren hoe we om te, hoe om te gaan met verscheidenheid, in plaats van een eenheidsworst te willen creëren die toch niet gaat komen omdat er altijd mensen zijn die willen vasthouden aan, aan, aan uh, elementen uit hun jeugd, elementen van hun voorouders, die belangrijk zijn. Dus dat hele idee van, uh, van, van eenheid ten koste van alles, heeft nooit gewerkt en zal ook nooit werken. Oké, okay. dus een, uh, ja, men zegt vaak dat onze etnische politiekvoering een, een barrière vormt voor de vooruitgang van ons land. Bent u die mening toegedaan? Je hebt etnische politiekvoering natuurlijk in soorten. Als jij als politieke of als vertegenwoordiger van één etnische groep. ten koste van alles je eigen groep vooruit wil schuiven. Uh, 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 alles wil doen voor die groep, dan is dat problematisch. Maar als jij een vertegenwoordiger bent van een bepaalde groep. wat je in Suriname hebt. en, uh, en denkt aan uh, je eigen groep, maar ook aan het groter geheel. Aan die hele samenleving, dan uh, is er, wat mij betreft, niks fout aan de hand. Ja, uh, er zullen altijd mensen zijn die uh, hun eigen mensen, uh, de mensen die op hun lijken, uh, willen zien in, in, in het hele maatschappelijke gebeuren. Eh? En uh, dat kan voor een deel door politiek. Uh, en daar hoeft uh, niks slechts aan te zijn. Uh, als je kijkt naar verschillende. Politieke partijen die zijn opgericht na de Tweede Wereldoorlog, dan zie je dat die partijen vooral hebben gewerkt aan de emancipatie, zoals het mooi genoemd wordt, van hun achterban. En daar is er niks fout aan, want die achterban was in een, in, in een verdrukte positie. Die achterban uh, kon zich niet manifesteren op, op nationaal niveau. Dus als je politieke partijen hebt die werken aan die emancipatie, is er absoluut niet fout aan. Wat je ziet in Suriname is dat er steeds meer politieke partijen opkomen die juist willen proberen dat te doorbreken en een vertegenwoordiging willen zijn van alle groepen in die maatschappij. En ja, soms beleiden ze dat met de mond, maar als je naar de werkelijkheid kijkt, dan zie je dus dat ze minder denken aan een nationaal belang. Maar je hebt wel degelijk partijen die de, 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 de etnische groep overstegen. En die, die proberen juist uh, een vertegenwoordiging te zijn van die hele maatschappij. Okay. Meneer Egger, als we even afstappen naar een ander aspect en, um, binnen, uh, in het kader van Srefidentie. Dan zien we heel vaak dat er rond deze periode historische onderwerpen naar boven worden gehaald om daarover te discussiëren. En veelal merken we dat er verschillende verhalen vanuit verschillende hoeken worden verteld waardoor jongeren, dus de jongere generaties, eigenlijk de kluts kwijtraken. Uh, moeten we niet anders gaan kijken hoe we onze geschiedenis onderwijzen op de verschillende niveaus van onderwijs? Ja, dus dat we veel meer aandacht moeten besteden aan uh, geschiedenis, dat staat wat mij betreft buiten kijf. Ja, we moeten ook veel meer uh, publiceren uh, over onze eigen geschiedenis, maar dat is een verantwoordelijkheid van de historici. Ja, dat, dat, dat veel meer op verschillende niveaus wordt uh, uh, gepubliceerd over de geschiedenis. En dat we dus ook manieren moeten zien te vinden om jongeren uh, uh, aan te spreken. Ja, het klopt dat rond de onafhankelijkheid, dan komen er weer een heleboel discussies naar boven. En die duren een paar weken. En daarna is het uh, op, klaar, weet je, op naar de volgende revidentie, waar we weer van vooraf aan beginnen. En op de televisie One People uh, vertonen. Hè? Elk jaar bijna een vast ritueel dat whatever televisiestation One People uh, hè, uh, laat zien. Um, maar het is meer dan, uh, dan dat. Meer dan One People, meer dan die film. Hoe, hoe belangrijk en hoe goed die film in een aantal opzichten niet is. Weet je, het is meer, we moeten op een, een systematischere manier aandacht besteden aan onze geschiedenis. We moeten er rekening mee houden dat jongeren nu op een andere manier aan informatie komen. Ja, we moeten dus kijken naar uh, onder andere sociale media uh, om een aantal aspecten van die geschiedenis uh, aan te kaarten. He? We moeten proberen op school het, 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 het onderdeel geschiedenis meer body te geven. He, het moet niet het vak worden waar studenten denken van, hey, ik ga lekker slapen wanneer ik geschiedenisles heb. Er zijn zoveel aspecten die jongeren uh, uh, aanspreken, He? maar dat er verschillende verhalen zijn over de geschiedenis, dat moeten we iedereen ook duidelijk maken. He? Iedereen heeft zijn eigen perspectief, heeft zijn eigen manier om te kijken naar de geschiedenis. Dus ook de geschiedenis is geen eenheidsworst. Van dit is de geschiedenis. Ik zeg vaak: de geschiedenis bestaat niet. Er bestaat een geschiedenis die één keer in de zoveel jaar andere perspectieven oplevert, andere manieren oplevert om er naar te kijken. Vijftig jaar geleden, mevrouw McNack, zou u waarschijnlijk niet naast mij zitten voor een interview. Zou er een man hier staan en die dame achter de camera zou ook geen dame zijn, zou er een man zijn. Toch? Want vrouwen toen hadden een hele andere positie in die maatschappij. Toch? Daar heb je dus ook die verandering gehad. En daar moeten mensen ook aandacht aan besteden dat geschiedenis, om het een beetje mooier te zeggen, niet iets statisch is. Dit is de geschiedenis. Geschiedenis is dynamisch. Kijk maar naar de huidige discussie hè, over, over uh, iemand die in Dubai iets wil uh, uh, presenteren over drie vrouwen. En je krijgt direct reactie van waarom die drie vrouwen? Die, die ene heeft dit gedaan, die andere heeft zus gedaan. Toch? Dus het hele uh, gebeuren rond de geschiedenis, hè? Uh, uh, dat, dat is iets, iets dynamisch. Mensen hebben hun eigen mening, mensen komen op voor die mening. En dat kan alleen maar positief zijn. Okay. U heeft gesproken over de rol van historici en, um, bij ja, het overbrengen van de geschiedenis of een geschiedenis aan de jongere generatie. Maar wat voor rol zou het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur hierbij moeten innemen? Uh, de afgelopen 10, 15, 20 jaar is er uh, heel wat uh, bediscussieerd over uh, het opzetten van een instituut voor uh, geschiedenis en cultuur. Ik denk dat uh, dat, dat uh, zeker van de grond moet komen. Het probleem vaak in Suriname is. Dat elke regering, onafhankelijk van welke partij aan de macht komt, ja, bij de eerste regeringsverklaring, ergens een paragraaf, een paar regels, whatever, heeft over. We moeten met onze eigen ogen naar onze eigen geschiedenis kijken. Maar helaas het vaak, blijft het vaak bij die ene statement aan het begin van de regeerperiode. En along the way komen er zoveel andere dingen, en dan wordt vergeten dat gezegd is. Dat we moeten kijken naar onze eigen geschiedenis. Dus vanuit het ministerie van Onderwijs denk ik dat het heel belangrijk zou uh, moeten zijn om een instituut voor Surinaamse geschiedenis en cultuur van de grond te krijgen en het daadwerkelijk goed te bemannen, maar natuurlijk ook met de nodige zelfstandigheid. Want je wil niet dat elke willekeurige regering gaat bepalen wat de, de geschiedenis van Suriname is, uh, maar dat zo'n instituut. Uh, ook, ook, ook leiding, vorming kan geven aan discussies over de geschiedenis. Dus dat, dat zou al uh, een, een hele stap zijn. En vanuit de studierichting uh, geschiedenis op uh, de de Comme Universiteit, en dat steek ik mijn hand in eigen boezem, zouden we echt ook veel meer kunnen doen daaraan. Het punt is natuurlijk dat uh, een, 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 een opleiding draaien ook betekent dat er allerlei administratieve zaken erbij komen. En die maken dat je minder tijd hebt om uh, hè, in het archief te gaan zitten, hè, interviews af te nemen met mensen, de zogenaamde oral history methode, om uh, op zo'n manier uh, nieuwe kennis te genereren en dat te delen met de samenleving. Dus er zou zonder meer veel meer moeten worden gedaan. Uh, ik denk dat het de instituut uh, voor geschiedenis zou, zou helpen. Er zijn, in de loop der jaren zijn er heel wat initiatieven genomen. Ja, al in de jaren 50 had je een uh, historische kring ze hebben een paar boeken uitgegeven uh, hè, in de jaren uh, 70 rond de onafhankelijkheid heb je historici gehad of mensen die belangstelling hadden in de jaren 80 heb je discussies gehad dus uh, uh, er zijn genoeg aanzetten geweest maar het is vaak gebleven bij die aanzetten heeft het net gehad over de presentatie die gegeven zou worden op Dubai over de drie Surinaamse vrouwen in de geschiedenis. Um, en er is een hele discussie daarover geweest, vooral op social media. Um, en mensen hebben gezegd: die mensen zijn geen helden, en vanuit een ander perspectief zijn die mensen dan wel helden. Zouden we als Natie als jonge staat niet uiteindelijk moeten gaan werken aan het identificeren van onze helden? 100% zouden we dat moeten doen. En uh, ook nu weer kunnen we kijken naar verschillende Caribische landen die dis die, uh, die discussies al veel eerder hebben gevoerd. Een mooi voorbeeld is Jamaica, waar men al veel verder is over het nadenken van wat helden zijn. Ze hebben een, een heldenpark. Dus een. Uh, die discussie zouden we zeker moeten voeren. Die discussie is in eerste instantie al een klein beetje gevoerd in de jaren tachtig. Toen, uh, als ik me niet vergis, vanuit de uh, AHKCO, Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, wat aanzetten zijn geweest. Maar uh, net zoals zoveel discussies is het gebleven bij die aanzet. Dus uh, ik denk dat we uh, zeker uh, discussie zouden moeten voeren. Wie sowieso wat de criteria zijn om te komen tot hè, een held. In de Surinaamse geschiedenis, maar dat we die discussie ook met de maatschappij moeten voeren: van wat en wie zien uh, mensen in die samenleving als held. Dus een, uh, het, het is, het is uh, belangrijk dat die discussies uh, gevoerd worden. Ja. En, en als we kijken naar onze geschiedenis en als we helden en daaruit willen noemen, dan denken we vaak als mensen als Anton de Kom. Maar als we kijken naar. Ja, dat zijn mannen. En als we kijken naar vrouwen bijvoorbeeld, dan kunnen we niet zo makkelijk op iemand. Dus uh, we denken heel vaak: wie zijn de Surinaamse vrouwen die helden zijn geweest of die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het land? Hoe staat het met vrouwen in de geschiedenis? Nou, die hele discussie over die drie vrouwen, dat, ja, laten we het simpel noemen de Dubai-discussie, geeft al aan dat, uh, dat we al wat verder zijn hè? Uh, in onze discussie over de rol van vrouwen in de Surinaamse geschiedenis. Uh, er zijn uh, intussen al wat uh, publicaties over vrouwen in de Surinaamse geschiedenis. Uh, het punt is natuurlijk dat uh, als je meer onderzoek doet, dat je automatisch gaat steunen. Op uh, vrouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Surinaamse geschiedenis, maar waar wij nog uh, minder over weten. Ja, uh, u weet wel, een paar jaar geleden uh, uh, hadden we de discussie rond Tetri, een vrouw die als contract, Britse-Indische contractarbeidster naar Suriname is uh, gekomen hè, en uiteindelijk het leven heeft gelaten hier bij opstand. Dus, van belang is dat er veel meer onderzoek wordt gedaan. En uit dat onderzoek zal je zeker namen tegenkomen van vrouwen waarvan je zegt van hé, hey, ik wist niet dat zo'n vrouw zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis. Dus uh, veel staat en valt met meer onderzoek doen. Maar dat vrouwen een belangrijke rol hebben gespeeld in de Surinaamse geschiedenis, dat staat buiten kijf. Hè? Uh, laten we uitgaan van ik weet niet 40-50 van de bevolking uh, vrouw ja, in de periode van de slavernij was het uh, misschien waren de verhoudingen ietsje minder maar die kan je toch niet zomaar aan de kant schuiven ja dus een uh, onderzoek uh, is heel belangrijk in het identificeren van uh, vrouwelijke helden en natuurlijk die discussie over überhaupt wat zijn helden wie beschouwen we als helden in de Surinaamse geschiedenis u bent ook docent aan de Anton de Universiteit en u bent vaker in contact met jongeren. Denkt u dat jongeren bewust zijn van onze onafhankelijkheid en weten ze wat het betekent voor ons? Ik heb geen onderzoek daaraan gedaan, dus een, uh, ik, ik praat op basis van impressies. Uh, ik denk dat er nu een groep jongeren in Suriname is die Eigenlijk niet meer nadenken over de onafhankelijkheid. De onafhankelijkheid is een gegeven. Ik heb het al eerder gezegd, uh, een, een groot deel van de Surinaamse bevolking is geboren als Surinamer. Dus, dus het Surinamer zijn is, is een vanzelfsprekendheid. En dat ze nou echt zo nadenken over de onafhankelijkheid, ik denk dat er aardig wat jongeren zijn die liever nadenken over andere dingen. He, over over uh, de situatie op school, over. De, 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 de toegang tot internet, de toegang tot onderwijs, uh, ook uh, online, en, en, en de dagelijkse beslommeringen. En, en 25 november 1975 is er gegeven. Ja? Dus uh, nadenken over de onafhankelijkheid. Je hebt natuurlijk ook jongeren die hun toekomst niet in Suriname zien, Hè? Die, die graag naar uh, andere landen willen gaan om daar te gaan. Arbeiden, studeren, uh, andere kansen te krijgen. Die heb je ook. Ja? Maar dat jongeren echt uh, lang en, en, en overduidelijk stilstaan bij de onafhankelijkheid, uh, om het populair te zeggen, I don't think so. <laughs> okay. Meneer Egger, in 2025 vieren we 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Wat denkt u dat, waar, ja, waarop moeten we ons gaan richten dan? Ik denk dat, uh, en er zijn al mensen die daarover nadenken hoor, dat we in dat 2025, hè, een halve eeuw onafhankelijkheid van Suriname, uh, een heel goed uh, moment zou uh, kunnen zijn om echt een, een grote brede discussie aan te gaan van uh, hè, uh, wat heeft die onafhankelijkheid Suriname gebracht. Hè, uh, hoe ver zijn we in onze denken over onafhankelijkheid? Je kan uh, natuurlijk ook opsplitsen in deelgebieden. Hè, uh, wat die 50 jaar onafhankelijkheid gebracht voor dit gebied, dat gebied, hè? onderwijs. Hoe ver zijn we na 50 jaar onafhankelijkheid op het gebied van onderwijs. Uh, ik noem maar wat de vakbeweging. Uh, taal. Nadenken over taal, over politiek, over sport, over cultuur, over alles en nog wat. Dus 25, 2025 zou denk ik een goed moment zijn. En natuurlijk niet alleen terugkijken, maar ook vooruitblikken. Wat kunnen we verwachten de komende 50 jaar? De toekomst voorspellen, dat kan niemand. Ja, maar je kan in elk geval kijken: wat zijn de elementen die ertoe moeten bijdragen dat die maatschappij zich verder ontwikkelt? Ja, dus 2025 kan een mooi, inderdaad een mooi moment zijn om en terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken. Aan het eind, heeft u een boodschap in verband met 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid voor de Surinaamse gemeenschap? Om heel eerlijk te zijn, ik ben niet uh, iemand van boodschappen. <laughs> uh, ja, dus om heel eerlijk te zijn, uh, boodschappen, uh, ja, wat voor boodschappen uh, geef je mensen? Uh, ik denk dat het belangrijk is om inderdaad uh, stil te staan. Bij uh, de afgelopen 46 jaar, wat heeft het ons gebracht? Maar uh, niet alleen stilstaan, maar ook kijken naar hè, wat zijn de volgende stappen die moeten worden gezet. Dus het is eigenlijk, en, en ja, dat is ook een beetje een, een, een open deur uh, inschoppen, uh, en terugkijken en vooruitblikken. Ik denk dat dat uh, uh, moet gebeuren. Zo, kijkers, met de boodschap van meneer Egger zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van In Gesprek met. Van mijn kant uit wens ik de totale Surinaamse gemeenschap een fijne servidentie. Ik zou zeggen, laten we met z'n allen werken aan de verdere ontwikkeling van ons land. Dat was het dan, tot de volgende week bij een nieuwe aflevering van In Gesprek met.